Grill. Stop jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Black Ops 3, jongens. Vandaag gaan wij Fight French Nightfall spelen. Ik wil eigenlijk zeggen, gisteren hebben jullie gezien dat wij Prophet hebben gespeeld. En ja, toen zei ik dat we French Nightfall de volgende dag gingen spelen. En nu is het de volgende dag, boys. Dus ja, French Nightfall is er. Dus ja, is nu aan de beurt om eindelijk gespeeld te worden. Ik ben benieuwd, voor mij is het gewoon French en Nightfall. Dus dat het eigenlijk gewoon donker wordt. Of dat het sunshine, dat de zon ondergaat. Zoiets denk ik dat het is. We gaan het checken. Ik heb het nog niet gezien. En als jullie dit allemaal nog niet wisten allemaal, dan zo, dit ziet er dope uit. Maar jongens, als jullie dit nog niet wisten van de nieuwe update van Call of Duty Black Ops 3, dan help ik jullie nou eventjes om te laten zien dat er een nieuwe Black Ops 3 update is. Als jullie Black Ops 3 hebben, knal er zo eventjes Black Ops 3 aan. Ga dat eventjes spelen, dit of zo. Gewoon eventjes kijken hoe dit is. En daarna gewoon weer lekker Fortnite of zo. Ik weet niet of dat jullie Fortnite leuk vinden. Of dat jullie Black Ops 3 leuk vinden. Maar als jullie Black Ops 3 hebben, ik zou sowieso dit even checken, jongens. Want dit is super dope. En er zijn ook wat paar nieuwe wapens toegevoegd. Maar daar zal ik denk ik de volgende video al eventjes over hebben. Maar nu gaan we voor eerst French Nightfall. Let's go, jongens. We gaan dit spelen. Oh mijn god, het is gewoon legit donker en het regent. En ik heb mijn Man of War. Oké, okay. Jongen, dit is compleet veranderd. Dit is gewoon compleet een nieuwe rebuild. Want kijk, dit is echt dope. Dit is een soort boerderijachtig of zo. Zo. Ja, de Floris, dit is ook een boerderij, maar. Oh. Nee, maar oké. Oké, dit ziet er wel echt. Het is wel best wel donker eigenlijk. Oké. Oh, we spelen een bepaalde game mode, boys. Maar ik zie niet zoveel. Dat is het eerste. Ik kan niet zo ver kijken in deze map, want het is voor de rest donker, want zoals je net zag. Wow. Ik speel legit heel rustig. Ik weet niet of dat je het wist, maar ik speel heel rustig. En ik moet eventjes mijn... Oh, kak, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, even iets omlaag zetten, jongen. Oh, dit is misschien wel een beetje heel traag, maar we kunnen misschien even inkomen, kijk. Oh, what the fuck. Jongens, ja, zoals je kunt zien, we moeten even inkomen. Nou ja, dus, zoals je gisteren hebben gezien, ja, we waren gewoon even Prophet aan het spelen. Ja, daar hoef je niet echt voor te aimen, weet je. Oh, ja, jij staat hier op ingeaimd. Oh, jij hebt een nieuwe gun, jongen. Jongens, er zijn nieuwe guns sowieso. Dus dat ga ik in de volgende video laten zien, jongens. Ik heb zoveel dingen kunnen laten zien, nou, deze week, jongens. Holy shit. Er zijn ook nieuwe guns. En die gun is irritant, jongen, om tegen te krijgen. Freaking tieten, jongen. Maar oké. Jongen, bro, hou eens even je back. Ik moet even. Dat jullie deze map al hebben gespeeld, jongens, is niet mijn probleem. Je staat erop ingezoomd, jongen. Waarom? Ja, het is op zich French, maar ja. Oh nee. Oké. Je zag mij sowieso. Ik heb het niet zo erg met deze game mode fracture. Goddammit. Ja, oh, zelfs ik had er 4, jongen. Oh, damn. Ik zou zeggen, kijk uit. Ja, precies, dat bedoel ik, teammate. De camp, jongen. Nog steeds campers. Ik snap het niet. Nog steeds campers. Oh, goddammit. Jongen, deze game mode ziet er echt dope uit. Ik word van achter gepakt. Ja, gaat lekker. Gatsidarre, jongens. Nee, kom hier Timmer. Ja, lekker Timmer. Ah, kak. Ah, jongen, laat me nou eens even. Oké, jullie zagen daar even heel snel de nieuwe gun. Die hebben van die pootjes eronder. Ja, de gun ziet er wel dope uit. Dit is niet de gun, hè? Nee. Moet gewoon even. Ja. Moeten gewoon eventjes. Ja. Een beetje ons best gaan doen. Maar niet al. Ja, deze game moet, jongens, ik zweer het je. We gaan nou niet bepaald lekker, want omdat dit eigenlijk een soort van echt legit mijn eerste inkoopbordje is van de dag. Misschien had ik misschien. Ja, maar kijk, dan had ik niet mijn eerste reactie kunnen spelen, weet je wel. Ja, ik kan normaal. Kon eigenlijk een normaal. Oh, kut. Wat is hier voor? Niet doen. Oh, die gunnen zo. Oké, ik ga zo meteen volgende keer als hij me killt spec daten. Nu wil ik ook zien hoe deze gun schiet. Hij heeft sowieso een suppressor erop staan. Suppressor, hoe te zeggen. Suppressor! Epa, daar had ik u! Oké, let's go. Ik ben nu meer hier in het licht, want dat licht vind ik wel zeer best wel chill.
Je bent niet dat nieuwe ding, je hebt de FFIR. Dat ding heb ik ook dood. Wel doof dat Black Ops 3 nog steeds aan het updaten is eigenlijk, jongens. Vind ik toch wel, dat vind ik nog steeds doof. Ja, nee. Ja, het is Black Ops 3, ja. Je kan door de muren heen schieten. Of je kan, het is Black Ops, of het is Call of Duty bedoel ik. Dan kan je altijd door de muren heen schieten. Dan ga je het alweer. Goed, jullie waren met z'n 2 tegen 1 enemy. Ik dacht al, als jullie dat verliezen, nou. Kut. Ja, nu had ik jou met, kut, dat is een nieuwe wapen. Moet ik hem even pakken. Krak! Nee hoor, mag wel niet. Er komt er weer een black. Hoe heet dat ding nou? Een blackjack aan. Wat een kudding van hem. Nee, nou ja, ik dacht, ik wou het even proberen dat mijn specialist. Maar ja, dat was te ver weg. Was te ver weg. Was ook wel te verwachten. Ja, je hebt dat ding. Nee! RPK. Dat ding, jongens, de RPK gaan we zo meteen eventjes oppakken. Dat is een nieuwe gun, dus. Ja, je hebt hem. Hier. Oh, dit. Dat is een nieuwe light machine. Kut, nee, kut! Oh. Ja. Ik wou hem even reloaden voordat ik de gunfight inging. Want anders zit ik zo meteen zonder ammo en dan zit ik nog steeds in een gunfight te reloaden. Ja, is niet chill. Waarom de fuck? God damn it, man. Maar je wordt wel lekker nat in deze game. Gatsjedag, je treedt keihard. Maar oké, daar hebben wij gelukkig geen last van. Daar hebben wij gelukkig geen last van, want wij zitten lekker op onze kamer droog. Huh? Nee, god damn it. Ja, was wel te verwachten. Ik kon hem gewoon niet hitten. Het is ook gewoon één grote. Wij hebben er maar 2 en de enemies. Ja, kijk, ik ben legit alleen dit aan het spelen. Alleen om maar even te kijken hoe French Nightfall speelt, boys. Want holy shit. Ik weet dat dat ding OP is, maar alsjeblieft zo OP. En dan heb ik nog nooit de. Hoe heet dat nou? De Peacekeeper mogen krijgen. Zit hij weer in mijn rug, hè? Ik span daar, hè? Oké, wacht eventjes. We spannen hier, oké? Zometeen. Ja, dat bedoel ik. Ze zitten zelfs in onze span te kloten. Oh, hallo. We zijn bang. Je hit mij gewoon door dat. Omdat het Call of Duty is, accepteer ik het. Want ja, Call of Duty heeft allemaal van die onwijze manieren van. Jezus. Jongens. Wacht, ik ga gewoon dit ding nakken hier. Online strike. Laat maar. We gaan een volgende potje spelen. Let's go. 18 kills, 28 deaths. Ja, prettig kut. Ja, dit is een nieuwe wapen. Ik wil ermee spelen, maar elke keer als ik hem. Is toch een damp, ouwe. Oké. Okay. 2 hits. Gewoon 2 hits. Gewoon body shot en een headshot is gewoon 2 hits. Oh my god. Is dat afgelopen? Ja, het moet tot 75. Jongens, we doen gewoon nog even een potje. En kijken of we dit even zo meteen met andere enemies kunnen doen. Maar deze enemies zijn een beetje ja, ingekomen. Die zijn een beetje tryharders. Kijk, jij bent eng met dat pakje, maar jouw tanden zien er ook niet lekker uit. Nou, oké, let's go, jongens. Ja, dat was dat pakje rechts. Maar jongens, ik zie jullie zo meteen nog gewoon lekker in het tweede potje in French Nightfall. We zijn weer in het tweede potje van vandaag van French Nightfall. Het is toch ook mooi, hè? French in the Nightfall. Hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Kabel. Even normaal doen, dankjewel. Ga gewoon even voor mij, niet achter mij. Vind ik niet zo fijn. Dankjewel. We gaan gewoon even de HVK pakken. Vind ik wel leuk. Gewoon even lekker een beetje mee. Lekker mee schieten. Let's go. We spelen Uplink op French Nightfall. Ja, je hebt niet een bepaalde game mode waar je precies aan kan zetten. Dus in Call of Duty je kan er tussen kiezen. En in Call of Duty zo meteen als je moet wachten, weet je wel. Dan kan je Uplink kiezen. Fracture, DM of zo. Ja, dat is het. Je moet eigenlijk voor die bal gaan. Ik ben compleet voor de andere kant aan het gaan. Ik ben compleet verkeerd aan het gaan. En je zit er nog steeds in. Ja, nee, jij hoeft 2 headshots te schieten en één body shot en een headshot en ik bedoel het prik. Dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Dus we gaan niet met onze. Wat gaan we doen? Let's go, teammates. Ik heb nog geen kut gedaan. jongens, de kust is veilig. Ik zou zeggen, ik kom hier met naartoe. Kut. Kom een enemy. Kunnen we jij ging doen? Maar ik moet inkomen. En dat is 1-1 wat zeker is. Ja, hou je. De enemy had the set. We zijn nu al gewoon 2-1 achter.
2-0 achter gewoon. Ja, dat bedoel ik al. De campers van de eeuw, jongens, zijn aanwezig. Jongen, deze mensen, jongen. Echt, ik kan ik echt niet tegen. Ik pak dat ding. Ik. Run. Oké, we gaan eerst helemaal deze kant op. Die gasten denken, well, what the fuck ben jij aan het doen? Rennen we terug. Rennen we terug, dames en heren. Pakken we dit ding. Bonjour, hier naartoe. Kut. We gaan even terug. We gaan even over de hele rechterkant. Nee, hier. Nee, teammate. Oh, Rita. Wat zeg ik nog net? Dikke Jost. ik zei dat legit. Nou, maar hij hoort mij niet. Maar ja. Ja, daar moet ik hem niet in scoren. Maar ik moet hem wel in daar. Oh mijn god, we staan flink achter. Ik moet hem even dunken, boys. Nee, hou je back. Yes! Lekker voor je. Lekker, jongen. Hier. Dikke granaatappel, man. Hier, zo doen we dat. Ja, nee. We hebben toch nou wel in ons voordeel, hè. Oh, maar nee, toch niet. Jongens. Dash. Nou, nu ben ik ook legit voor de objectives aan het spelen ook, jongens. Nu gaan we niet meer voor de kills. We hebben daar ging nou de peacekeeper. Let's go. De peacekeeper. Dus om onze hartjes. Mogen wij daarmee killen? Nee, want het is 2 tegen 1. Dat is altijd 9 van de 10 keer het geval bij mij. Dat is niet leuk. Ja, ik ben gewoon. Dat is je uplinkbal. Hallo. Niet zo hard, hè. Ja, man. Ja, tuurlijk, dat dacht ik al wel weer. Nou, don't do it. Kut. Run. Ik had eigenlijk, hoe heet dat, aan moeten zetten. Kut, ik moet jou neerslaan. Maar waarom de fuck kan ik jou niet neerslaan? Omdat je helemaal passies beweegt, man. Hoer. Nou, let's go. Nee. Dood. Oké. Ja. Loop erin, nee! Team go. Waar is dat ding nou? Oh, dat ding was hier zo net en dan moeten we weer. Nou. Goddammit. Ga weg, ga dood. Ik wel. Nu bonjour ik ook een kaart in hun spannen. Hier, lekker voor je. Goddammit. Kut. Sorry voor het gescheld, maar ja, we zijn een beetje in deze game en dan begint het altijd een beetje. let's go. We gaan nog eventjes hier naartoe. Naar de uplinkbal. Trouwens, ik heb al heel lang niet meer op PS4 gespeeld, dat zeg ik je wel. Maar het voelt wel weer lekker, ik heb weer op PS4. Ja, en jij mag me... Ja, man. Oké, tuurlijk, ze hebben ook altijd wel een beetje shield. Dat is het ook. Nee, hou je weg. Bro, toen ik net met die kerel was, toen kon ik niet van die afstand slaan, hoor. Dat zag ik je wel. Nee, niet nog een keer. Dankjewel. Ja, teammate rennen. Ik ren achter jou. Die kerel had eerst mij, daarna het, ja. Nou, die break stort daar neer van, how you doing? Mogen we nog een potje spelen of wat is? Kijk, hij schiet eerst mij hier neer. Kijk. Ja, schiet hij mij neer. Bro, what the fuck is jouw... Oké, ik snap heel... Oké, let's go. Ik heb trouwens ook de KVK, die gaan we ook even aanzetten. Halftime, nice. We hebben nog een potje, dan hebben we nog een potje om te spelen. En dan zit Frins Nightfall er ook weer op, boys. In deze video. Maar als jullie hebben genoten, jongens, geef dan sowieso eventjes een like en abonneer sowieso als je het nog niet hebt gedaan. Want ja, hey, het is altijd leuk om de abonnees te zien stijgen. En een nieuwe, en meer mensen op mijn kanaal te zien. Vind ik altijd dope om te zien, maar ja, moeten we wel eventjes winnen. Of ja... We moeten wel eventjes goed ons best doen, hè? Ja, nee, jij bent dood. Dankjewel. Ja, jongen, ik krijg echt de... Als ik hem erin gooi, krijg ik... Oké. Kut. Oké, nu ga ik jou neerslaan. Ik mag ik jou...
Snap je dit? Snap je iemand nou dit? Ik sta nou precies zo even weg. Zo ver weg als die kerel die mij zo net had gekeerd. En dan mag hij me welke. Nou, oké. Okay. Ik word dus gewoon keihard genaaid. Jongens, je gaat nog niet vertellen. Ja, we hebben verloren. De enige twee punten die we hebben gemaakt is door mij. Oké, mijn team is een echt slecht. Ik probeerde dit potje nog te lieven, weet je wel. Nog een beetje tegen om teammates te hebben die nog wel een beetje goed zijn. Nee hoor, we joinen gewoon precies weer hetzelfde potje om weer lekker vernederd te worden. Ja, nee, hoe? Nee. Ik kan dan ook niet meer sliden, hè. Als iemand een enemy voor me staat, dan is het ding zo geblokkeerd als één grote frikandel op een stok. Ah ja, nou, dan wordt het, ja, word je niet blij van. Dood. Ja, jij dood. Hoppa. Had ik eerder die linkse man kunnen killen. Goddammit. Nu ga ik ook gewoon voor de kills ook. Nu ga ik gewoon lekker in een span. We hebben het nu toch al verloren. Ja, of we kunnen nu keihard tryharden. Maar ja, dat wordt een beetje moeilijk als het met deze enemies, hè. Zij gaan we tryharden. En wat gaan we doen? We gaan dood. Hoezo sta jij daar? Teammate, wat doe jij in mijn... Nou, oké, je team... Oké. Oké, belief nooit je fucking teammates. Serieus. Want de fucking springen en zo. Nee, jij bent echt godschuwelijk irritant. Nee, kut. Oh, jij moet dan lekker reloaden met die BRM van je. Ja. Ik zag je reloaden, jongen. Ja, en dan komt hij nu met die BRM en dan schiet hij met een headshot. Ja, kut kind. Jongen, wat een dikke banaan. God. Oh. Nou, dan gaan we nog een keer. Hallo! Enemies, are you there? Are you not there of are you there? Kunnen we maar zeggen. Bang! Ja, lekker voor je. Nee! Kijk, altijd. Als ik net... Nou, ik kan dan nooit gliden meer. Of sliden, weet je wel. Dan probeer ik dat te doen. Nee, dan zit ik geen crouch. Als één grote frik... Als één grote frikandel. Leuke team, hè? Jongen, wat een surpass. Want ik mag niet doen. Mag ik ook nog überhaupt iets doen of zo? Of is het... Oh ja, je neigt het al. De haai is helemaal goed. Springt over de heg heen. Je hebt een hef. Oké, ja, dat zag ik gewoon dat ik schreef wel. Team, je loopt legit een enemy voorbij. Let's go. Ik doe dit nou net of dat het TDM is hoor. Back weer geflat. Oh, die dingen zijn zo. Kak, jongen. Jee. Lekker, teammate, je hebt hem. Oké, het is even stil. Ja, Friends Nightfall, ja, geweldig. Nou, waar mijn Rolling Thunder? Nou, daar ben je ook blij van. Hé, maar gaat gewoon fucking niet met die Rolling Thunder. Je hele beeld gaat... Putududum. Ja, geweldig. Nee. Ja. Oh. Mijn duimen, jongen. Je moet er ook weer even hier aan wennen. Zag ik je wel. Oh, je staat daar legit te campen. Let's go, pick. Jongen. Oké, dan ga ik mijn specialist gebruiken. Ah, daar staan ze er niet. Oh. Let's go. We zijn weer in hun spawn. Spanelitos. Oh, daar staat een legit een camper. What the fuck, jongen. Zou ik gekke zelfmoordactie hier ook? Yo, hou je. Nee, die frack. Oh, die Kobe, jongen. Die freaking granaat. Maar ik weet het toch al dat wij verloren. 75 gaat het niet worden. Ik weet niet wat het hoogste is op deze game. Voor mij moet je hier gewoon de time troll maken. Hallo. Oké, ik ben ook gewoon nog gekilled ook. Oh my god, what the fuck. Oké, ik deed net dit omdat ik even jeuk had, hè. Dus ja. Oké, let's go. Je gaat me niet killen, hè. Oké, daar killde ik me ook nog bijna, what the fuck. Nou jongens, dit is in ieder geval Friends Nightfall. Holy shit, en we hebben ook gelijk een nieuwe wapen gezien, de... ALRK? Nee, dat klopt gewoon geen kant. Maar oké, dat klopt niet, maar... Ja, zoiets of zo. In ieder geval jongens, als jullie hebben genoten, geef dan sowieso eventjes een like.
als jullie dit vaak willen zien, Fringe Nightfall of Proppen, laat het sowieso even weten in de reacties. Zou me super helpen om ja, daar video's over te maken. Of weer Fortnite natuurlijk. Maar dan kun je altijd nog even misschien terugkijken. Want ja, voor dat opnemen. Ja, ik weet niet. Dat gaat niet zo lijken. Op PC werkt mijn editprogramma daar niet goed mee. En op PS4 speelt het gewoon helemaal eigenlijk niet zo lekker met het toetsenbord. Dus ja, eigenlijk Fortnite stream ik eigenlijk alleen maar. Vandaar dat ik bijna geen Fortnite eigenlijk upload. Ja, wel de kills eigenlijk, die ik elke keer maak, dat upload ik wel. Want dat gaat wel in één keer. Of ja, dat gaat wel goed met mijn editprogramma of zo. Ik weet niet, maar oké. Dat is super raar of zo dat mijn editprogramma het zo gay doet. Maar ik moet misschien wel een keer even een nieuw editprogramma hebben of zo. Maar ja, het gaat nu in ieder geval over het gaat nu in ieder geval over Black Ops 3 en over Fringe Nightfall. Ik hoop dat jullie nou eventjes hebben gezien hoe Fringe Nightfall eruit ziet en dat het er best wel dope uitziet eigenlijk. Dus dus volgende video zie ik jullie wel weer en dan zeg ik jongens, tot een keer, later.